ben Jessica, ik ben 28. Ik werk in de gezondheidszorg. Ik ben Lucinda Kat, ik ben 26 jaar en ik begin straks samen met Jessica Denders. Het is een kids concept store en een family café. Dat betekent horeca en store onder één dak. Het is vooral gericht op jonge gezinnen. Dus dat betekent ouders die met hun kinderen welkom zijn bij ons voor een kop koffie, voor een goede lunch, maar ook om even te winkelen. We hadden een idee. Je weet dat je via crowdfunding je geld bij elkaar wil sprokkelen. Je kiest een platform uit, je gaat daarmee in gesprek. Vervolgens hebben wij een ondernemingsplan geschreven, promotiefilm opgenomen, met de accountant om tafel gezeten en zijn wij online gegaan. Doordat we samen, of beide moeder zijn geworden, gingen regelmatig afspreken met onze dochtertjes. En dat begon al met dat we nooit een plek konden vinden waar we echt relaxed konden zitten. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat iemand anders gewoon zuchtend opstond toen mijn dochtertje ging huilen. En toen dachten wij, nou, dit kan beter. En zodoende zijn we gaan brainstormen en met dit idee gekomen. Wel erop voortbordurend van ja, alleen horeca is niet genoeg. Dan willen we ook een winkel erbij hebben. Er komt een kinderkapper, we krijgen een fotohoek. We gaan feestjes organiseren. Het is er nog niet in Groningen. Er zijn wel wat kindvriendelijke horecagelegenheden, maar nog niet zo als dat wij denken dat dat leuk en goed zou zijn. Dus het is voor de gezinnen in Groningen een uitkomst om op de zaterdag of door de weekse dag gezellig te gaan zitten met familie en vrienden. En er is genoeg speelgelegenheid voor de kinderen. Je kan nergens terecht met je kinderen. Of, nou, dat kan wel, maar waar heb je een kindermenu, waar heb je een leuke speelhoek, waar heb je gewoon ook een goede kinderstoel met een zitverkleiner en noem het allemaal maar op. En veel ruimte, ruimte voor de kinderwagens, waar je binnen kan komen zonder dat er een opstapje is of een trapje. En dat is juist wat wij wel gaan bieden.